Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Liam die was om 7:45, 7:50, weet ik het. In ieder geval rond die koers ergens was hij beneden. Sam is tegen 8:00 naar beneden gegaan. En Jordi, het is nu bijna 8:45. Jordi heb ik net naar beneden gehaald, want die was niet pas wakker. En ik dacht, je bent nog half aan het slapen, maar hey. Hè? En ik ben nu een flesje voor hem aan het maken. Maar het heeft ook weer school. Dus ja. Oh, en als ik het niet al had gezegd, welkom bij nieuwe Ups & Down. En ja, ik heb vannacht but geslapen. Dat lag niet zozeer aan de kinderen, dat lag gewoon aan mezelf. Ik heb op dit moment vrij veel last van pijn. En ja, s'nachts komt dat gewoon meer opzetten omdat je dan stil op bed ligt. Ja, en dan krijg je dat. Maar goed, dat is zoals het is. Ik ben ook de afgelopen dagen gewoon heel goed bezig geweest en geen rust gepakt. Dus dat, ja, daar word ik gewoon voor gestraft op een gegeven moment. Hè. Dus ja, het is wel stress. Gisteravond hebben toen Niels thuis kwam, Niels heel lang weg geweest. Heeft Niels mij geholpen met Jordi zijn buik leegmaken. En er is wat uitgekomen en wat lucht enzovoort. Zodat hij daarna goed kon slapen, want meneer kon niet slapen. En ik snap dat. Hij had echt een bolle buik. Ik kan echt niet wachten tot het begin november is. Echt oprecht. Ik hoop dat het zo een keer is. Maar goed. Hij had dus heel erg buikpijn. En vannacht heeft Niels niet bij Jordi geslapen. Dat is allemaal gewoon goed gegaan. We hadden zijn buik leeg genoeg gekregen. Nou, ik heb wel echt staan masseren en staan doen om hem helemaal leeg te krijgen. Maar het is me gelukt. Dus dat. Ik ga eventjes Jordi zijn flesje afmaken. Want hij moet ook macrogol hebben erbij. En alles erop en aan. Dus daar ga ik even aan beginnen. Maar lekker spelen. En zo. Kom hier. Ja. Zo. Dan. Nee, Liam, is niet voor jou nou. Sam is hiermee bezig. Ja, je bent blij, hè? Heb je ouwe gedaan? Nee, toch? Liam, nee. Liam. Ga nou eens even iets anders doen. Nee. Ja, goed zo. Goed zo, Sammy. Ik kan nu heel veel zeggen, maar denk aan een bepaalde band. Daar kan niet wel bij. Nee, dan, en jij niet. Ga fietsen. Yay! Ik ben bezig met lunch maken. En ik heb mijn mega snelle eiersalade. Wat heb ik nodig? Nou, ik heb het hier gewoon in een bakje zitten. Ik heb dat geprakt. Wat je erbij gaat doen is mayonaise, ketchup en curry. Dit is mijn mega snelle eiersalade.
En als ik niet mijn mega snelle eiersalade doe, dan kan er een uitje door, dan kan er een augurkje door, dan kan er echt van alles door. En hoeveel van alles? Ja, dit zijn 4 eitjes. Ik doe maar wat. Ik wil gewoon genoeg saus erbij hebben. Ik doe echt maar wat. Kijk. En dan ga je het mengen. Als het niet meer mega snelle eiersalade is, dan koffiemelk gaat er nog bij om het romiger te maken. Paprika poeder. Ja, dan wordt het een hele happening. Maar dat is in dit geval dus niet de bedoeling. Want ik wil dat even voor de lunch maken voor die jongen Sam. En wat er dan over is, dat eet ik dadelijk zelf nog met een pita broodje. Dus dat. En als je het dan hebt doorgeroerd, ziet het er ongeveer zo uit. Ja, het is niet perfect. Het is mega snelle eiersalade. Hè? Het is geen perfecte eiersalade. Dus dat. Zo maak ik dit. Mega snel, mega makkelijk en mega lekker. Dus ik ga verder met de lunch maken voor de kindjes. Voedsel. Ze hebben een half pita broodje met kaas. Gesmolten. Een paar M&M's. Druifjes. Eiersalade met tukkies. En croissantje. En een babybel. Dat is wat ze hebben. Dus ze gaan maar lekker smikkelen. Bij Liam heb ik op de croissantjes chocopasta gedaan. Want dat vindt hij gewoon lekker. En ze gaan gewoon lekker eten. En Jordi. Ik heb voor Jordi heb ik croissantjes. De een heb ik met boter en de ander met niks. Dat vindt hij het lekkerst. Als ik nou met iets aankom en moet gaan ruzie maken, ik heb er geen puff in. Dit is wat hij eet. Dit vindt hij lekker. Hier wordt hij gelukkig van. Hun worden daar gelukkig van. Hij wordt hier gelukkig van. Hey, goedemorgen. Het is hier één grote persbende. Maar hey, dat mag. Dat kan. Hallo jongens. Liam, geef terug. Liam, geef terug. Die is niet van jou, die is van Sam. Teruggeven nu. Moet ik je helpen? Oh, je kan het dus toch. Ik heb gisteravond mijn nagels gedaan. Het is niet helemaal geworden zoals ik wou, maar... prima zo. Dus ja, dat. Ik ga nu fruit maken voor de kinderen. We moeten om 11 uur moeten we bij een vriendin van ons zijn. Zij is fotografe en zij mag pasfoto's maken. We moeten binnenkort een idee voor zowel Sam als Jordi aanvragen. Dus daar moeten pasfoto's voor komen. Dus ja, dat. Niels is nu nog heel even werken. En die komt dadelijk terug. En voor de rest ja, ga ik ze nu fruit geven. En zorgen dat er daar kleren klaar liggen. En dat ze een pasfoto kunnen hebben. Welkom in de bende van ellende. Yay! Yay! We hebben net even gegeten, maar we zijn van tevoren iets anders gaan doen. We zijn van tevoren pasfoto's gaan maken voor Jordi. En voor ons lachenbekkie. Ja! Yeah. Want hun hebben een ID-bewijs nodig. Jordi een nieuwe en Sam had nog geen ID-bewijs. Dus Liam wel. Liam heeft wel een ID-bewijs. Maar ja, ze moeten een ID-bewijs hebben. Dus, Jordi heeft ook een, maar die is verlopen. Ja, die is verlopen. Dus we gaan even pasfoto's gaan maken. En zij is echt super goed met pasfoto's maken. Dat is echt... dus ja, helemaal super. En Sam vond het leuk. Hè? Je vond het leuk, hè? Ja, je vond het leuk, hè? Dus zij is er echt wel goed in. Dus ik ben er blij mee. Ja, we gaan dadelijk even een stukje wandelen en naar de winkel. Niels die moet nog heel eventjes wat werk doen. En dan gaan we de kindje klaarmaken. Dan gaan we wandelen en naar de winkel. Voordat we
gegaan, wilde ik nog heel even iets showen. Jordi die heeft zijn bril een tijdje geleden doormidden gebroken. En ja, het is een bril die, Niels verbeter me als ik het verkeerd zeg, 3D geprint. Nee, dat is echt goed. Hij is 3D geprint en wij hebben die bij Maatbril bijna 2 jaar geleden hebben ze die daar gemaakt. En wij hebben toen besloten om een abonnement daar te doen. Omdat ja, als Jordi zijn bril kapot maakt, bij wijze van spreken, ja, dan zal dat toch iets van een bepaalde zekerheid moeten zijn. Dus ja, hij had zijn bril kapot gemaakt. Ik zal hier een foto laten zien hoe dat hij eruit zag. Maar we hebben vandaag... ze hebben zeg maar, wat ze hebben gedaan is, ze hebben eigenlijk een scan gemaakt van zijn hele gezicht. En ja, de bril is qua grootte wel dadelijk aan vervanging toe. Maar dat is nog niet zo ver. Dus hij moet nog even met deze bril doen. Maar wat er is, wat ze hebben gedaan is, ze hebben zeg maar een fotofilmpje gemaakt. En aan de hand daarvan konden ze precies de mate van zijn oren, et cetera. En dan konden ze precies zo een bril fabriceren. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben een nieuwe voorkant ge-3D print. Noem je dat zo. En die hebben we vandaag weer in huis gekregen. Zodat hij weer even vooruit kan met zijn bril. Tadaa. Ze hebben gewoon de glazen overgezet. Want ja, hè. Dit ding moest vernieuwd worden. Dit ding. Ze hebben ook al eens een keer een oortje vervangen. Omdat hij kapot was. Maar ja. Hij heeft weer een hele bril. Ja. Ik kan er niet doorheen kijken hoor. Ik heb echt het idee alsof ik... ja, weet ik het. Door... Heb je een nieuw touwtje? Nee, die hebben ze los erbij gedaan. Die is gewoon oud. Gewoon een oude touwtje. Zo. Ja, ze moeten hier alles losmaken, Niels. Dan kan dat touwtje er niet aan blijven. Maar ik moet even kijken hoe dat het eraan moet. Volgens mij zo. Zo, ja. Dus ja, dan kan hij voorlopig weer even met zijn bril vooruit. En dan kan hij weer fatsoenlijk zijn bril op. Want hij had nou een reservebril op. En dan lijkt hij net op zo'n wesp. Het ziet er niet uit. Maar goed, dit is in ieder geval weer geregeld. Dus we hebben zijn bril weer terug. Kent hij in ieder geval fatsoenlijk weer. Hè? Want voor die pasfoto's mag hij toch geen bril op. Dus dat is allemaal niet zo'n probleem. Dus ja, hè? Het is geregeld. En maatbril... Daar hebben we het besteld toen de tijd. En ja, we betalen 17 euro ongeveer per maand. In ieder geval, we betalen elke maand iets. En dan hadden we de bril gratis. Zeg, of ja, gratis, je betaalt er wel voor. Maar we hadden dan de bril gratis. En dan hoefden we alleen de glazen te betalen. Zoiets was het voor een regeling. En dan hadden we garantie op de bril. Zolang als het abonnement loopt. Betaal je alleen verzendkosten? Ja, je betaalt alleen verzendkosten. Dus, maar in ieder geval, hij is weer gerepareerd. En ik ben hartstikke blij met de service die hun bieden. Dus ja, super top. Mocht je meer willen weten, moet je even op maatbril.nl kijken. Ja, we kwamen net allebei achter iets. Ik kreeg een berichtje van mijn vader dat het vandaag onze trouwdag is. Oepsie! Allebei vergeten. Oepsie! Maar goed dat mijn ouders ons eraan herinneren. Dat is wel belangrijk. Je hoort allemaal geroezemoes. Niels is aan het opruimen. Ik ben ook ondertussen bezig. Maar we hebben een traditie hier in huis. En... we zijn natuurlijk getrouwd vandaag, 12 jaar. En er zit een traditie en we waren het vergeten. Dus we zijn net naar de Groenrijk geweest. En ja, er is een traditie bij ons in huis.
Ik krijg nooit bloemen van Niels. Nooit. Die afspraak is gemaakt toen we getrouwd waren. Je krijgt nooit bloemen van mij, zegt hij. Als je bloemen wil, zoek het uit. Regel het zelf maar. Dus ik krijg één keer per jaar bloemen. En dat is wanneer we zoveel jaar getrouwd zijn. En dan komt er elk jaar een roosje bij. Tada! Hele mooie bloemen. Kindjes zijn buiten aan het spelen. En wij zijn hier de band aan het opruimen. Wat de kinderen allemaal gemaakt hadden. En de keuken enzovoort. Beneden schoon. Mm-hmm. En we hebben gedoucht. Ja. En we gaan lekker film in bed kijken. Of serie in bed. Op de Beamer. Ja, waar zijn we aan het kijken? Nieuwe Buren. Nieuwe Buren. Dus dat. En we hebben ook iets om te proberen. Niels mag hem losmaken. Het is 7-Up met kersensmaak. Komt uit Amerika. Cherry. Cherry, ja, kersen. Oh, ik vind het eigenlijk wel lekker. Ja. Is het oranje 7-Up? Ja. Als het heel warm zou zijn, zou het lekker zijn. Maar goed, wij gaan lekker serie kijken. En smikkelen. Maar ook wel een keer lekker op bed. Goedemorgen. Ja, Joef. Ik wil geen kusjes. Hallo. 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 Ja, dat. Heb je goed gedaan? Liam heeft zijn neus afgedrukt. Die had ze nog. Ik heb Liam goed gedaan. Niet doen. Niet bij jou. Ah, je wil geuit worden door jou. Is die van Liam? Dat is van jullie, hè? Oh, dat bedoel ik. Heb je goed gedaan? Wat lief van jou. Wil je vertellen wie iedereen is? Wie is Jordi? Doe Jordi aanwijzen. Liam, doe Jordi aanwijzen. Doe Jordi aanwijzen. Goed zo. Je moet daar neerleggen. Nee, want Jordi moet die pakken, want dat is van Jordi. Of wil Jordi slapen? Maar jullie gaan niet slapen. Daar ik maar eens een bijtje gaan maken. Even lekker ontbijten. Is het lekker, Liam? Oké. Jordi komt daar nou aan. Tada! Hi. Je was aan het eten, toch? Snotte neus. Wil je vertellen? Is het lekker ontbijtje? Lekker happen. Nee, we hoeven geen ongeluk te zien. Mijn ouders waren op bezoek geweest. En wat hebben we gegeten? Turkse pizza. Was lekker. Ja. Oh, mooi. En ik heb al, want ik heb de rode kool in zoetzuur bij gedaan. Die had ik gemaakt. Super lekker. En ik heb van de rest van de rode kool gelijk rode kool van morgen gemaakt. Dus iets van Sam, ja. Heb je helemaal goed. Morgen heb ik al groenten. En dus we eten morgen vlees met rode kool en een worstje. Dus dat. En zo dadelijk gaan de jongens allemaal naar bed. En dan is het alweer tijd om hier op te ruimen. En alles klaar te maken voor morgen. Het brood smeren, et cetera. Dus komt goed. Wat? Ga je. Hoi. Jullie gaan geen ruzie maken. Sam, nee. Nee. Die is van Liam.
Die is van Liam. Lekker lachen, Becky van me. Fred, lachen, Bek. Kom je erbij knuffelen? Nee, wil je niet knuffelen? Wel, wil je wel knuffelen? Wel lief zijn, hè? Kom maar knuffelen. Ja, kom maar knuffelen. Samen knuffelen met de grote broers. Yay! Ja, samen knuffelen. Woe! Grote vent. Hou! Wauw! 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 Hou! 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 Ja. Echt waar? Oh. Oh. Wat je moet je boe. Scooby-Doo. Ik wil zeggen, kom maar niet te hard, want we gaan lekker de glazen kapot. Jordi is nou iets aan het uitbreken. Echt waar? Had jij vandaag heel veel met opa geknuffeld? Opa is gewoon vriend, hè? Ja, ja. Ja. Ja, je bent opa's grote vriend, hè? Ja. Echt waar? Oh, iets wat ik heel veel doe voordat de kindjes naar bed gaan of als het gewoon schoolmomenten zijn, is, en ja, het is nu vakantie geweest, dus alle schooltassen zijn leeg, die maak ik altijd leeg voor een vakantie, want dat vind ik gewoon belangrijk, anders gaat het erin blijven stinken. Maar wat ik dus altijd doe is, ik leg altijd, voordat ze naar bed gaan, leg ik altijd alles al klaar. En nou heb ik heel eventjes alles voor in Jordi's tas en voor in Sam's tas morgen. En alle kleren die ze morgen aankrijgen heb ik hier al liggen. Dus dat kan ik straks allemaal klaarleggen. Maar dan hoef ik niet meer op hun kamer te gaan storen en te gaan doen. Dus dan heb ik dit allemaal al klaar liggen. En dan kan ik dat dadelijk zo mee naar beneden nemen. Als het goed is, Niels de kinderen een tanden aan het poetsen. Pyjama's heb ik al klaar liggen. Dus dat is maar een kleinigheidje. Mijn droger is al klaar, dus dan ga ik gewoon heel eventjes wat was uithalen. En dan misschien nog een wasje aanzetten. En dan vind ik het wel weer gescheten voor vandaag. Morgen weer een dag. Dus ja, dat is de bedoeling. En dan de kindje sta ik naar bed natuurlijk. En zo. Jordi zijn brood en fruit is klaar. Niels' lunch is klaar. Dit is... zelfgemaakte heksenkaas en wat groenten waar die mee kan dippen en voor de rest broodje hammekaas. Ik heb hier alles klaar staan. Ik moet alleen nog eventjes de keuken gauw afdoen en dan even editen en dan zit het weer op voor vandaag. Dus wat ik ga doen bij deze is deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.